Deze video wordt u aangeboden door Business Club FC Aalsmeer. In de eerste helft vond ik dat je tegen een goed georganiseerde tegenstander speelde. Die ook wilde voetballen. En ja, dan hadden we wel een aantal mogelijkheden, niet echt grote kansen. Maar dat is vaak zo in de eerste helft, om die score te openen. Nou, dat gebeurt gelukkig dan uiteindelijk ook. Dan kregen we nog een paar kleine kansjes. Koppel van Thierry net over. Voorzet van Kelvin, waar Thierry net tekort kwam. Maar voor de rest was het eerst zelf natuurlijk. Je geeft niks weg. En gelukkig na die 1-0 heb je ook een goede keeper staan. Die op dat moment die 1-1 eruit haalt. We hadden wel gezegd in de rust om meer diepgang achter die verdediging te creëren. Nou, en toen zaten er natuurlijk een aantal voor een trainer heerlijke aanvallen tussen. Vooral vlak voor die 2-0 die we maken. Een aanval volgens mij of 4-5 keer direct spel. Iedereen in de beweging. Maar daarna maak je het gewoon goed af. En kijk, je weet op een gegeven moment dat een tegenstander dan moet komen om iets te forceren. Ja, en dan krijg je ook iets meer ruimte. Ja, en daar zijn we gewoon denk ik heel erg goed mee omgegaan. Ja. Volgens mij hebben we nu 4 keer op rij gewonnen. Ja, ik heb het idee dat we zeker thuis nu gewoon steeds sterker worden. Uit moeten we denk ik nog een beetje zoeken, maar ik denk dat het gevoel nu wel leeft als wij op zaterdagochtend wakker worden dat we gewoon gaan winnen. Van der Kooijen die wist hem er niet in te krijgen. Heeft al vaker een kans gemist dit seizoen. Ben je tevreden over hem in de spits tot nu toe? Ja, daar praten we over. Kijk, en Thierry werkt zich een slag in de ronde. Maar weet zelf ook wel dat soort ballen erin moeten. Maar ik heb ook met spitsen gewerkt en die zeggen ja, ik ben spits en ik zal altijd kansen krijgen. En ik zal ze maken, maar ik zal ze ook missen. Ja, het wordt kwalijker als je helemaal geen kansen meer creëert natuurlijk. Maar je vindt niet dat hij er echt te veel mist? Nee, maar daar zijn we wel mee bezig met hem. Om daarin, dat hij gewoon scherper voor die goal moet worden. En ja, nogmaals, dat weet hij zelf ook wel. Ik heb wel het gevoel dat wij gewoon 4 wedstrijden kunnen winnen. Maar er wordt eigenlijk weinig gesproken over een periodetitel, denk ik. Ik denk dat we gewoon allemaal toeleven naar het eind van de competitie. En vanaf, ik denk over 4 wedstrijden, dat we wel kunnen gaan kijken waar we aan het eind van het seizoen op moeten jagen. Van het begin werd natuurlijk gezegd dat we kampioen moeten worden. Maar ja, we hebben 3 keer niet gewonnen. Je ziet hoe hard het kan gaan met de andere ploegen bovenin. Dus we zijn rustig aan het terugkomen, maar we moeten gewoon lekker ons eigen spel spelen. En als wij zo spelen als vandaag, dan gaan we gewoon bovenin meespelen. En waar dat gaat eindigen, zien we dan wel. Je speelde zelf een hele goede wedstrijd, mooie goal. Een van je beste wedstrijden van het seizoen, als je het zelf mag zeggen? Het was wel echt een wedstrijd die voor mij gemaakt was, denk ik. Veel rennen, heel veel in de tweede bal. Ik heb denk ik heel veel ballen afgepakt. En als ik dan, ik denk dat ik dan de tegenstander kapot kan maken met loopacties in de bal en diepgang. En dat ze op een gegeven moment gewoon niet meer bij kunnen benen. En dan, als dan de buitenspelers bij ons op het goede moment diep gaan, dat ik dan ook nog die paasjes aan hun kan geven, dan is het voor mij gewoon een heerlijke wedstrijd. Dankjewel, geniet van de overwinning. Ja, dankjewel. Deze video wordt u aangeboden door Business Club FC Aalsmeer.